Twents Kwartierken. Ja. Schaatsen, maar daar gaan we het vandaag niet over hebben in Twents Kwartierken. Wel over andere dingen. Arie Hemmink is bij ons terug. Arie, welkom. Op glad ijs, dat weet je. Oh jee, nou, nou, nou. Als we maar geen scheve schaatsrijden, geen uitglijden maken. Je gek, we gaan kijken wat wordt. Even zometeen krijgen we van jou 4 nieuwe woorden in de schoot geworpen. Die gaan we leren, Twentse woorden. Maar eerst even een terugblik naar vorige week. Toen zat het volgende in het Twents Kwartierken. Slutsie. Ja, bandenplak. Mm-hmm. Het ging over de vrachtwagens, hè? De dag van de vrachtwagenchauffeur. Ja. Wat hadden we nog meer? Rappelement, berisping. Mm-hmm. En slagmols was vaak. Mooi, ja. Slagmols. Ja, mooi, hè? En toen was het, kadolstermenneken. Het kadolstermenneken, winterkoninkje. Het winterkoninkje, het embleem van de carnavalsvereniging. Ja, precies. Vandaag. De laatste keer van dit jaar, inderdaad. Een momentje eigenlijk wel. Ja. 4 nieuwe woorden. Die worden ingeleid altijd door een thema natuurlijk. En ook dit keer weer. En dat thema gaat over het volgende. Aankomend weekend gaan internationale studenten zwemmen voor het goede doel. Het initiatief wordt georganiseerd door de Rotary Youth Exchange. Het opgehaalde geld willen ze doneren aan Shelterbox. We gaan daarover praten met Ben Muro. Hij is van de Rotary. Ben, goedemiddag. Goedemiddag. Mooi initiatief. Kunnen we zo zeker verder over hebben. Maar misschien even de Rotary Youth Exchange. Wat is dat precies? Ja, Rotary is, zoals je ongetwijfeld weet, een wereldwijde organisatie die zich voor maatschappelijke doelen inzet. En een van de pilaren van de speerpunten van de Rotary International is jeugduitwisseling. Mm-hmm. En in het bijzondere praten we nu over de jeugduitwisseling voor 14 tot 18-jarigen. Daar gaan per jaar zo'n 8000 van dat soort jongeren de wereld over naar een ander land en verblijven daar 1 jaar lang. Om de cultuur en de taal en de gewoontes te leren kennen. En het doel daarvan is dat we elkaar allemaal beter leren begrijpen. Dat moet uiteindelijk dan ook weer bijdragen aan, als we elkaar beter begrijpen, dan kunnen we ook conflicten, mochten die er zijn, wat makkelijker oplossen, want we begrijpen elkaar gewoon beter. Dus dat is uiteindelijk de doelstelling achter de jeugduitwisseling. En jullie dachten van Nederland, zwemland, die internationale studenten, die gooien maar in het diepe, letterlijk. Nou, die internationale studenten, die moeten natuurlijk ook bijdragen. Enerzijds, zo'n jaar in het buitenland draagt bij aan je persoonlijke ontwikkeling. Maar anderzijds zijn ze onderdeel van de Rotary en moeten ze dus ook meehelpen aan of bijdragen aan maatschappelijke doelen. En een van de maatschappelijke doelen die internationaal bij de Rotary hoger in het vaandel heeft, is de Shelterbox. Dus we hebben gezegd, oké, die jeugduitwisseling, de studenten die nu in Nederland zijn, die moeten daar ook iets voor gaan organiseren. Dat ze geld in gaan zamelen wat weer bij kan dragen aan de Shelterbox. En wij doen dat in Nederland bijvoorbeeld door een zwemmarathon te organiseren. Dan laten al die jongeren zich sponsoren per gezwommen baantje. Krijgen ze een euro of zo, weet je wel. En dan hoe meer baantjes ze zwemmen, hoe meer ze opbrengen voor de Shelterbox. Wat is het eigenlijk, een Shelterbox? Een shelterbox, het is een koffer, een kist, waar alles in zit. Een tent, kookgerei, slaapmiddelen, et cetera. Dat als je homeless bent, dat je met één zo'n shelterbox, dat je eigenlijk je shelter krijgt. En dus ook gewoon weer door kan leven. Oké, heeft dat te maken met shelter suits ook? Dat heeft ook te maken met shelter suits. Maar shelter suits is met name voor hele koude omgevingen, ja, volgens mij. En shelter box is meer een tent en is echt een verblijf. Ja, ja. En niet zozeer gericht op hele koude omstandigheden. Nee. Nou goed, daar gaan de studenten dus geld voor inzamelen. Dat gaat allemaal gebeuren in de Oldenzaal, begrijp ik, hè? Dat gaat gebeuren in Oldenzaal. Het zwembad Von der Zwijde heeft zich daar bereid verklaard. Kost ook niks voor ons om dat te organiseren. Dus zij leveren daar ook de badmeesters. Want veiligheid is natuurlijk ook erg belangrijk. De badmeesters en alles erop en eraan. En we mogen daar dus gebruik van maken om op die manier geld in te zamelen voor Shelterbox. Die studenten die vanuit Nederland komen, moeten die nog op een of andere manier hun zwemdiploma laten zien? Nou, dat is een hele leuke vraag die je dan stelt. Want ze kunnen, in Nederland kan iedereen zwemmen. Hè? Als je 5 bent, heb je gewoon, word je geacht een zwemdiploma te hebben of 6. Ja. Maar we hebben dus jongeren.
uit Argentinië, uit Mexico, uit Amerika, uit Frankrijk, uit Italië. En die kunnen inderdaad niet allemaal even goed zwemmen. Des te groter is de prestatie als ze überhaupt een paar baantjes kunnen zwemmen. Ik bedoel, des te groter is de prestatie als ze niet zinken. Ja. Maar er zijn er, ook bij, er zijn er ook bij die gewoon als ze speren door het water gaan en gewoon 20 baantjes op en neer zwemmen. Ja. Maar die mensen die wat minder bedreven zijn in het zwemmen, die helpen we er wel bij. En die doen bandjes om en dat soort dingen. Zodat ze toch een aantal keren het bad heen en weer kunnen afleggen. Jullie willen 15.000 euro ophalen. Dat is nogal een doel. Ja. Met hoeveel studenten? Wij zijn op dit moment hebben wij een veertigtal jongeren in Nederland. Die komen allemaal naar Oldenzaal en gaan allemaal baantjes zwemmen. Ja. Kijk, dus het is ongeveer 400 pp even heel door de bank genomen. Ja. Hoe kunnen mensen helpen? Waar moeten we terecht als we zeggen van, nou ja. Uiteindelijk kan je altijd bij je plaatselijke Rotary terecht natuurlijk. We hebben 40 jongeren die zitten door heel Nederland. Dus die zitten in elke gemeente wel. Waar ze terecht kunnen is op de website van Rotary. Om nu te zeggen, ga de jongeren benaderen. Dat gaat niet meer werken, denk ik, voor zondag. Dus ik zou inderdaad gewoon op rotary.nl kijken. Kunnen we ook naar Oldenzaal toekomen om een beetje in, je kan natuurlijk naar in het Engels te cheeren? Dat kan ook. Ja, wanneer gaat het gebeuren? Hoe laat? Het is een zondag in Vondelsweide in Oldenzaal. En het gebeurt om 1 uur gaan we beginnen. En dan hopen we daar zo half 4 uur klaar te zijn. Kijk aan. De finale bekijken van het voetbal. Oh ja, dat is ook nog. Ja, maar dit is belangrijk. Hè? Ja. Ben, dankjewel voor die uitleg in ieder geval over wat jullie dat daar gaan doen. Heb je zin om nog even Twents Kwartierken met ons mee te beleven? Een stukje Twents mee te pakken van juf Adrie? Ja, ik luister graag mee. Nou, toch. Oh, nee, ja. Ik bedoel, ik weet, het is een quiz en niet iedereen durft het aan. Maar Ben, doe mee. Leuk, gezellig. Arie, ga naar je digitale bord, zou ik zeggen. Of ergens bij de kerstboom. En dan gaan we beginnen. En de woorden horen natuurlijk bij het thema. Hè? Dus op een manier waar we net over hebben gesproken, daar gaan we Twentse woorden bij zien. En die hebben allemaal maar één betekenis. En wij moeten raden welke de goede is. Nou, dat klopt. Zo gaat het ongeveer. Zeg maar. Nou, de eerste, het moet wel een beetje breed in de context zien, hè? Anders, het was best lastig. De eerste is de Griese koolmelk. Mm-hmm. Zou je iets meer voor de kerstboom willen gaan staan? Ik heb begrepen dat dus iets die kant op, denk ik. Oh, zo? Ja, precies. De Griese koolmelk. Is dat profiteren? Mm-hmm. Je zou kunnen zeggen van, weet je, mensen profiteren van deze actie, hè? Dat kan. Is het waterpompen? Dat heeft natuurlijk met water en zwemmen te maken. Mm-hmm. Of is het C? Is het geld pinnen om te sponsoren? Oei. Ja. Ik ga het zeggen, en dat is niet per se heel aardig. En ik hoop dat mijn moeder ook niet meeluistert. Maar ik denk de Griese ko, dus een grijze koe. Mm-hmm. Daar kun je van melken, dat is een wat ouder iemand. Ja, daar kun je best wel van profiteren. Ik weet dat sommige mensen wel eens vroeger zeiden, ja, ik wil geen kleedgeld, maar ik neem mijn moeder mee naar de kledingwinkel om die De oma die welwillend is. Ik vind dat een hele mooie, inderdaad. Ja. Even onze gast Ben Mureau, de Griese koolmelk, ooit van gehoord? Nooit van gehoord, maar ik kan me helemaal vinden in de uitleg. Dus ik denk dat het iets met sponsoren te maken heeft. Ja, we gaan gewoon met z'n drieën voor profiteren. Vullen wij in antwoord nummer A. Er is maar één iemand die het antwoord weet. En dat is A3. Ja, jongens, ik, je moet er nog een beetje in komen. Het is niet groot. Het is waterpompen. De Griese kool is natuurlijk gewoon, bij de pompen, vaak bezoek groen. Maar ja, in het woordenboek stond waterpompen. Ja. Ja, nee, helaas. Ja. Maar goed, alle begin is moeilijk. We gaan naar woord 2. En ik weet het niet zeker, jongens. Maar ik denk dat, Adrie, dat je toch iets aan deze kant moet. Want ik zie jou nu niet samen met het scherm in beeld. Dus ik weet niet hoe ze het bedacht hebben. Maar dit is beter, denk ik. Ja, oké. Ja. Woord 2. Geld schadden. Mm-hmm. Dat is ook weer zoiets. Is dat A, is dat blut zijn? Want geld is natuurlijk geld, hè? Is dat B, geld inzamelen? Mm-hmm. Want dat gaan ze doen natuurlijk van het weekend. Of is het met geld gooien? Geld gadden. Blut zijn, geld inzamelen of met geld gooien. Het gaat eigenlijk om wat is gadden. Ik denk dat ik weet. Ja? Ik denk dat het B is. En dat denkt Niels denk ook. Ja, en Ben, wat denk jij? Geld gadden? Ik denk dat het met geld gooien te maken heeft. Oh ja?
Ja, dan verschillen wij, is jij van mening met wat wij hier in de studio denken? Hoezo denk je met geld gooien? Ja, geld gadden, over de balk, gadden. Ja, zo klinkt het gewoon. Kom je hier uit de buurt, Ben, of niet? Kom je uit de buurt van Twente? Absoluut niet. Ik woon er nu wel, maar ik ben van origine geen tukker. Nee. Okay. Ik denk garren, denk ik, omdat dat klinkt als gathering, als verzamelen. Dat is ook mijn berekening. En dat is regelmatig zo geweest dat het Engels best wel op het Twentse lijkt af en toe. Ja, en ik kan het niet uit het Duits weghalen waar het nog meer op lijkt. Maar ik ga voor antwoord B. Ben, wil je nog van antwoord wisselen? Nee, ik blijf bij mijn antwoord. Oké, Ben gaat voor met geld gooien. We gaan invullen antwoord B, omdat wij dat hier in de studio dan maar zeggen. Geld inzamelen. Oh, dit is ook meteen goed. Ja, dit is helemaal goed. Hè. Dat klopt. Ja, je had niet mee moeten doen, Ben. Sorry. We hebben nog één woord om het recht te trekken. Ja. Even kijken, wat wordt het? Trampon. Ah. Trampon, dat is ook weer een woord waar je van denkt, wat moet ik toch noemen met. Is dat A, komt-ie, is dat trappelen, watertrappelen is dat? Is dat B, huilen? Ja. Ja, of is dat C, wegvluchten? Ja, die mensen met die shelterbox, die zijn op de vlucht natuurlijk. Dus huilen kan natuurlijk ook, hè? Trampon. Trappelen, huilen of wegvluchten. Trampon. Trampoline springen ga ik voor, maar die staat er niet bij. Ik heb geen idee. Ik dus ook niet. Maar Ben wel. Ik denk dat ik de beredenering van Adrie begrijp. En dan zou het C zijn. Omdat het ook met het thema te maken heeft. En ik vind trappelen echt te voor de hand liggen. Want toen ik het woord zag, zonder de keuzes, dacht ik al, het is watertrappelen. Ja. Maar ze gaan zwemmen. Ze gaan niet watertrappelen. Dat doe je gewoon niet. Jij gaat voor C. Ik denk dat ik C invul, ja. Ben, trampon, is dat trappelen, huilen of wegvluchten? Ik ga ook voor C. Okay, ik ga iets anders doen, omdat het kan. Mooi. ga ik voor trappelen. Vullen we in antwoord A. Adrie, vertel het ons. Niels heeft het fout of heeft hij het goed? Nee, Niels heeft het goed. Ah! Trampelen is, ik dacht, ja, watertrappelen, ik denk, het moet ook weer niet te moeilijk zijn, hè? Het wordt steeds... Ja. I did it my way. Ik heb het altijd anders gedaan, jongens. En het is altijd nog goed gegaan. Of tenminste, goed is bewerkelijk. We hebben er 3 gehad, maar we hebben nog 1 woord te gaan. En daarmee ging in dit geval onze collega Jan naar de straat op. We zijn er weer met een nieuw woord van de week. En deze keer is het woord een onroop. Met als antwoorden A, gezegde. B, klostaal. Of C, geluid van een midwinterhoorn. Ik ga op de straat op om te kijken wat de Enschedeërs ervan denken. Een onroof, wat denken jullie ervan? Klostaal. Ja, klostaal? Waarom denk je dat? Roop is touw. In het Engels. Ah, en wat denk jij? Ja, hetzelfde. Dat on, dat zie ik niet zo dat het klos is. Ik denk geluid van een midwinterhoorn. Ik heb geen flauw idee. Wat denk je? Oud touw? Nee, ik weet het niet. Nee? Als je moest kiezen, A gezegde, B klostaal of C... Ja, B, maar ik kom hier niet vandaan, dus vandaar. Ik denk B. Misschien is het ook wel een gezegde. Ja, het kan een gezegde zijn. Of wat rood. Wij denken gewoon... Holstroek of zo. Holbroek. Klostaal. Klostaal, dat is jullie final answer. Yes, final answer. Klostaal. Ja, dat vond ik ook wel mooi. Geluid, winter. Ja? Ja. Maak er een machine van. Wat denk jij? Ik denk ook wel hetzelfde... Ja. Ja, nou, ik heb er wel van gehoord, maar... Ja? Onderroep, dat is... Ik denk klostouw, want rope is in het Engels... Of in het Engels is rope touw. Dus ik denk misschien iets met dat. Gezegde. Klostouw? Nee, geluid met winterhoorn, ja. Nou. Ja, C? Ja. Een onderroep. Geluid met winterhoorn. Een klostouw. Klostouw, waarom denk je dat? Ja, daar lijkt het meest op. Van roop. Roop, ja. Omdat de tijd van het jaar ervoor is. Ja, alleen daarom. Niets met het woord te maken. Nee. Dat weet ik niet. Vond ik gewoon grappig. Dat is zeg maar gevoel. Ik denk dat het gewoon juist een antwoord is. Ja, een roop is een touw. Van de touw. Ja. Ik heb een hoop antwoorden gehoord, maar het vaakst werd toch wel B genoemd. C werd ook nog wel een beetje genoemd. Maar A heb ik eigenlijk helemaal niet gehoord. Ik ben benieuwd wat jullie ervan denken, heren. Dus een olden roop, is dat gezegde, klostouw of geluid met winterhoorn? En gezegde is bijna niet gezegd, blijkbaar. Nou,
Ik denk dus dat het, dat het gezegde of geluid met windhoorn is. Want ik denk dat het een oude en een roop, dat het in dit geval een roep is. Iets wat je kan horen. Maar dat kan dus een gezegde zijn. Wat je vanuit de oudheid gehoord hebt. Mm-hmm. Maar ook het geluid van een midwinterhoorn. En ja, ik denk met de winter. Maar je bent mooi aan het redeneren. Vind ik leuk. Maar ja, een roop is toch in het Engels ook gewoon een touw? Ja, maar we zijn in Twents bezig. Hè? We zijn niet in het Engels bezig. Woord gehad waarbij het in het Engels ja, maar dat is allemaal lekker makkelijk. Het is gewoon één van de twee. Dus jullie mogen geen steekhoudende argumentatie, Julian. Maar we gaan even naar Ben Mureau, want die is ook meegeluisterd van de Rotary. Ben, een Olden Rope, ken je het? Nee, ik ken het niet, maar ik denk een Olden Rope, dat is een soort oude roep. Dus dat is volgens mij, dat zou een midwinterhoorn moeten zijn, een oude roep. Maar ja, het kan ook een gezegde zijn. Maar ik ga voor midwinterhoorn. Ja, vind ik een bijzonder goed argument. Ik ook. Dus daar ga ik voor mee. Ja. Ik denk dat ik het weet. En dat het inderdaad het geluid van een midwinterhoorn is. Zo klinkt dat volgens mij. Een non-roop. Janna, geef ons het antwoord maar. Het goede antwoord is toch echt C. Het geluid van een midwinterhoorn. Ik hoop dat jullie het goed hadden. Jazeker, hoppa. Maar, met z'n drieën ook, hè? Het is ook echt old, hè? Ze gebroekt het al heel lang, hè? Vroeger ook om gevaar aan te duwen, hoor. Boom de waterput met een midwinterhoorn. Daar heb ik het echt over honderden jaren geleden. Het is echt traditie. En ja, de wieven weg te jagen, toch? Ja, maar ook om gevaar aan te kondigen. Als er een plunderende... plunderende leger of zo op hoe aankwam, dan deden ze dat van boerderie tot boerderie. Hadden ze dan niet zo'n hele kleine toeter? Of ben ik nou... Ook, maar dit ook. Oké. Okay. En het is gewoon ook voor gevaar en om iets over te brengen. En het mag alleen maar vanaf de eerste advent tot drie koningen 6 januari. Ja, ik zat laatst hier nog even zo 's avonds een beetje dingen te doen. Te werken en te tikken en zo. En toen hoorde ik ook in één keer... Dus ik moest toch wel een beetje lachen. Ja, geweldig. Ja. Gebeurt nog steeds. Ja. Adrie, dankjewel voor een nieuwe les Twents. En Ben Mureau, ook dank voor het meedoen. Geen dank, graag gedaan. Succes aankomende zondag dus in Oldenzaal. Je gaat zelf geen baantjes trekken, denk ik, hè? Ik ga ook aanmoedigen en kijken inderdaad. En het wordt gewoon ook berengezellig. Dus iedereen die even tijd heeft, kom kijken. En kom gewoon gezellig meedoen. Veel plezier daar. Dankjewel.